denk dat het heel erg knap is wat er gebeurd is. Maar dat ook echt een toevoeging en een verrijking van de stad is. Voordat ik daar naar Sirmi kwam, heb ik al in een dorp gewoond. Eigenlijk vind ik hier meer rust, letterlijk en figuurlijk, in de wijk Sirmi, koppeld aan de stad Maastricht, dan dat ik in het dorp vond. Piazza Ceramiek. A, omdat het Maastricht is. Twee, ceramiek in een van de mooiste plekken van Maastricht. En de Piazza Ceramiek is iets met de invulling van de woonruimte, precies wat wij wilden. Ook de ligging, het gebouw aan zich. Ik weet niet of u het kent, maar prachtige entrees. Verschillende soorten mogelijkheden van wonen en werken. I have to say that me too, very happy to be here, and very happy to show you a part of my work that usually I don't show. Cette zone particulière qui est l'articulation entre la ville historique et la nouvelle planification de la céramique. Waar woont u? Driehoog. Iemand die zin heeft, die gaat maar beginnen en die knipt en die het onkruid wat uithalen. En je ziet wel, het ziet er al vrij aardig uit. Ja, nou, ja, en zo krijg je contact met de mensen die er ook wonen. Ja. En je kunt bijpraten, laten we het zo zeggen. Ja.